Mijn naam is Elina en door Universiteit Leiden ben ik benoemd tot de nieuwe Leiden Lol Vlogger. Dit betekent dat ik met mijn camera in de hand langs ga bij alumni om hen allerlei vragen te stellen over werk, studie en studentenleven. Vandaag zijn we bij Louise-Wies van der Laan. Ze zat voor D66 zowel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer. Nu is ze Head of Corporate Affairs bij Eurojust. Zeg Louise-Wies, heb jij iets van een levensquote? If you're not part of the solution, you're part of the problem. We zijn hier vandaag in Den Haag bij Louise-Wies van der Laan. En zou je kunnen vertellen wat jouw werkzaamheden hier precies zijn? Ja, nou, dit is het gebouw van Eurojust in Den Haag. En hier, iedereen kent Europol, dat is de politie die samenwerkt in Europa. Nou, dit zijn de openbaar ministeries, de aanklagers die samenwerken in Europa. En waar het op neerkomt is dat er hele complexe zaken zijn met verdachten die over de grens zijn. Een Nederlandse drugsmokkelaar met een huis in Marbella en een andere zaak die loopt in Tsjechië. Nou, ga zo maar door. En dat wordt hier allemaal opgelost, zodat mensen niet hun strafvervolging oplopen. Zat je bij een vereniging? Augustinus. Je bent opgegroeid in het buitenland, in Amerika toch? Ook, ja. Ook. En waar merkte je nu op een gegeven moment echt aan van, oh, Nederland is echt anders? Ja. Nou, toen ik aankwam in Leiden, wist ik heel veel dingen wist ik niet. Ik wist niet dat centen waren afgeschaft. Ik wist heel veel Nederlandse aardrijkskunde, wist ik niet. Maar wat je vooral niet weet, is hoe dingen echt functioneren. En ik had mijn middelbare school in Amerika doorgebracht. Wat natuurlijk heel erg, als er bestuurswisselingen waren, werd een campagne gevoerd. Ik heb nog een campagne gevoerd voor Becky met grote buttons van cheaper pizza, vote Becky. En toen was er op een gegeven moment, kwam ik thuis van Augustinus. En ik zei, jongens, er is zoiets raars gebeurd. Er is echt een coup gepleegd. Het bestuur is afgetreden, er is een nieuw bestuur benoemd. Er was geen keus, we mochten niet stemmen. Er werd een vat aangeboden en iedereen vond het geweldig. En dat was het. En het waren huisgenootjes en vriendjes en weet ik wat allemaal. Ik dacht, wat is dit? Nou, toen zei mijn vriendje destijds, die was bestuurskundige, die zei, welcome to Holland. Want zo gebeurt dat hier. En wat interessant is dat als ik nu gevraagd word voor besturen, voor raden van toezicht, is dat systeem werkt nog steeds. Af en toe solliciteer je gewoon. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn commissariaat bij de Rabobank gewoon gesolliciteerd via een advertentie in de krant. Dus het kan ook anders. Maar het is nog wel heel erg, ons kent ons en die contacten. Maar weet dat dat heel Nederlands is en dat dat niet overal zo hoeft te zijn. Maar het is wel iets waarvan ik af en toe denk van, oh ja, dan merk ik weer dat ik een buitenlander ben. Maar ook leuk omdat ik op die manier wel die spiegel kan ophouden voor mensen. Welke studie heb je precies gedaan? Internationaal recht met Europees recht. Op een gegeven moment ben je de politiek ingegaan. Waarom wist je dat je dat wilde doen? Ik wist helemaal niet dat ik het wilde doen. Ik kom ook helemaal niet uit een politiek gezin. Ik wist ook heel weinig over partijen. Ik ben dus echt gaan kijken van, goh, als ik iets met de politiek wil gaan doen, welke partij moet dat dan zijn? Ik vond, VVD is wel goed economisch, maar die vond ik heel erg, die zijn niet groen genoeg. En ik wilde niet een christelijke partij en zo. Nou, dan kom je dus langzaam maar zeker natuurlijk uiteraard bij D66 uit. Maar het was denk ik omdat ik die demonstraties had meegeorganiseerd in Leiden tegen de invoering van studiefinanciering. Dat vond ik zo belachelijk. Mijn vader, die in het buitenland woonde en nog nooit een cent belasting had betaald, die kreeg nu gratis studie van zijn kinderen cadeau. En hetzelfde toenmalige koningin Beatrix. Alexander mocht gewoon gratis studeren terwijl zijn vrouw een van de rijkste vrouwen in de wereld is. Nou, dat ging zo in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. En dat is eigenlijk altijd mijn drijfveer geweest. Ik dacht, dit klopt niet, dat klopt niet. Kijken wat ik eraan kan doen. En dan helpt het, hoe meer je de systemen leert kennen, des te makkelijker het eigenlijk wordt. En zeg, nou, ik ga een motie indienen, ik ga een minister bellen, ik loop eens bij een afdelingsvergadering binnen. En dan zie je eigenlijk langzaam maar zeker dat je echt dingen kan beïnvloeden. En het Europees Parlement was voor mij, ik was er zo vaak geweest en ik had gewoon gezien mensen die niet kwamen. Als ze kwamen, dan wisten ze niet wat ze moesten vragen. Als ze iets vroegen, dan stelden ze geen vervolgvragen. Nou, ik dacht, dit kan iedereen beter. Zelfs ik. Ik was heel jong. En dan heb je ook die volledige, weet je, met zelfvertrouwen en kom maar op. En ik kreeg natuurlijk allemaal adviezen van oude wijze mannen. Die zeiden, ja, dus moet je, zal zijn tijd wel duren. Maar ik dacht, nee, waarom? En ik ben heel blij dat ik het toen gedaan heb. Want het was toen heel makkelijk te combineren met mijn lifestyle. Ja. Elke avond naar borrels en partijen. Ja, weet je, nu twee keer per week vind ik nu echt wel genoeg. Maar toen was het echt elke avond. En dat zei ik ook tegen mijn medewerkers. Hè. We gaan tot woensdagavond gaan wij stappen. Want dan gaan we alle meerderheden smeden voor de stemming.
En dan vervolgens op donderdagochtend working breakfast en amendementen indienen. Had je eigenlijk een bijbaan tijdens je studie? Ja, ik heb yoghurt verkocht van Mona in de supermarkten. Heb je ooit last gehad van het glazen plafond? Of het gevoel gehad dat je in een mannenwereld werkte en er niet goed doorheen kon komen? Ik zit natuurlijk altijd in een mannenwereld. Politiek is heel erg mannelijk. Justitie, met de buren tegenover van Europol, politie, heel erg mannelijk. Dus ben ik eigenlijk heel erg gewend. Ik heb het altijd eigenlijk als een voordeel gezien, omdat je heel vaak dan zit van, oh, we moeten nog een vrouw. Hè? Bijvoorbeeld het kabinet van een beroep was ik de enige vrouw. Nou, er werd ook gezegd van, we moeten een vrouw. Dat is een fantastische kans. Ik zou dan bang zijn voordat de mannen op de werkvloer mij dan alsnog zien als minder waardig, omdat ze zeggen, ja, die is gewoon binnengekomen, want we hadden nog een vrouw nodig. Ja, maar worden totaal incompetente mannen aangesteld, omdat die een vriendje kenden of die kenden elkaar nog van de golf of whatever. Dus ja, dat vind ik zelf geen interessant argument. Mm. Het is zo dat iedereen het makkelijker vindt om te schakelen en in dienst te nemen mensen die op zichzelf lijken. Dat is gewoon iets wat wij hebben. En wat belangrijk is, en iedereen die gestuurd heeft zou dat moeten kunnen, is dat van jezelf te weten dat je dus dit soort dingen niet weet. En dat je erop moet letten. En dat je bewust van moet zijn dat wij allemaal met die vooroordelen leven. En dan kun je dat ook gewoon benoemen. Maar het is inderdaad, dat je, als je in een fractievergadering zit en er wordt een opmerking gemaakt over iets waarvan je denkt dat dit is seksistisch of dat kan gewoon niet. Dan is er altijd weer die afweging, oké, ga ik er wat van zeggen? Laat ik het over mijn kant gaan? Wat doe ik? En dat zijn toch situaties waar heel veel mannen niet in komen. Maar heb je daar nooit tegen door laten houden? Dat kan helemaal niet. Nee. Dan geef je de wereld aan maar de helft van de mensen. En, nee. en zeker met dingen zoals, weet je, we hadden geen zwangerschapsverlof voor vrouwen in de Tweede Kamer. Er was geen golfkamer. Hele praktische dingen. Ja, daar denken die mannen niet aan. Deed je nog meer activiteiten naast je studie? Gigantisch veel. Alles wat ik kon. Ik heb commissie gedaan op Augustinus. Ik heb in de plaatselijke Kamer van Verenigingen gezeten. We hebben geprotesteerd tegen invoering van de studiebeurs. Gala's georganiseerd en bijbaantjes. Ja, het volgende wat ik dan wilde vragen is, bijvoorbeeld politiek wordt altijd van gezegd dat het een hele harde omgeving. Heb je dat ook zo ervaren, dat dat een harde wereld is? Ja. Hoe wapen je je daartegen? Nou ja, ik vind dus niet dat wij ons moeten wapenen tegen een harde wereld. Ik vind dat we gewoon een wat aardigere wereld moeten maken. Dat zeg je ook wel eens als kinderen gepest worden op school. Ja, dan moeten ze tegen kunnen, moeten ze maar leren. Ik zeg, nee, helemaal niet. Je moet ophouden met pesten. Ik denk juist dat de wereld, de kiezers, helemaal niet zitten te wachten op harde politiek. Mensen die alleen maar elkaar de maat nemen en ervan genieten als de ander publiek op de bek gaat. Ik geloof juist dat we moeten naar een politiek en een samenleving waarin mensen wat aardiger zijn voor elkaar. En meer samenwerken en dat het gaat om wat we samen kunnen bereiken en niet van wat is mijn stukje van de taart. Hoe kunnen we de taart groter maken zodat iedereen een groter stuk kan krijgen. Dat is mijn drijfveer. Dus ik zou zeggen, in plaats van wapenen te tegen, is het gewoon allemaal ontwapenen. Is deze eigenschap van het omdenken en ook een beetje misschien de attitude van nou kom maar op, had je die altijd al of heb je die ontwikkeld? Ja, dat is een hele grote vraag. Ik heb geen idee. ik denk wat mij wel altijd geholpen heeft, is ik ben natuurlijk altijd een buitenlander geweest. Ik lijk heel Nederlands, ik klink heel Nederlands, ik zie er heel Nederlands uit. Maar als je uit het buitenland komt, dan ben je eigenlijk een minderheid. En je stelt overal vragen bij, waarom doen jullie dit zo? Hoe werkt dit? Maar in andere landen doen ze het anders. Dus dan kijk je ook met een andere blik, een wat frissere blik en stel je ook die vragen wat meer. Dus ik weet niet hoeveel cultuur en hoeveel persoonlijkheid is en hoeveel ervaring en wijsheid. Want op een gegeven moment, ja, dan merk je ook wat wel en wat niet werkt en leuke inspirerende mensen om me heen. Dan leer je jezelf kennen en denk je, dit is wel een onderdeel van wie je bent. Tot slot, heb je nog een tip voor huidige studenten? Geniet van je studie. Maak het vooral af, maar neem het ook niet al te serieus. Ik heb nog nooit naar iemand zijn cijferlijst gekeken als ik hem aannam. Wel wat ze ernaast hebben gedaan. En dan was iemand met horecaervaring waarvan ik dacht, nou, die weet hoe je met moeilijke klanten moet omgaan en die is flexibel. Vond ik bijna even belangrijk als iemand die iets anders heeft gedaan wat een beetje misschien er mooier uitziet. Maar het gaat er uiteindelijk om je persoonlijkheid, wat jij kunt bijdragen en of je in het team past. Ik wil Luzewies graag bedanken voor haar tijd en jullie bedankt voor het kijken.